Goedemorgen, het is alweer donderdag vandaag. Ik ben vandaag in de ochtend op pad met Nessie. Ik had dus gisteren autopech. Dus we zijn nu in mijn auto onderweg om een jeep op te halen voor ons. Om weg te gaan, zeg maar, naar Frankrijk. We gaan lekker met een jeep weg, echt veel chiller. Ik ben ook echt blij dat we het voor hebben geregeld, anders hadden we nu geen auto. Want mijn auto is echt veel te klein om daarmee echt een roadtrip te gaan doen, vind ik. Dus ik vind het heel erg chill dat we dan gewoon zo'n lekker grote jeep hebben, lekker comfortabel. Lekker liggen slapen, dan heb ik het over mezelf. Ja. Even de jeep ophalen en dan ga ik weer lekker richting huis. Ik heb vandaag echt een drukke dag. Ik moet nog steeds heel veel editen. Ik moet mijn koffer inpakken. Ik ga ook nog boodschappen doen om mee te nemen. We gaan dus naar een huisje. We hebben een coolbox gehaald. En we hebben een coolbox gehaald, dus ja. Het gaat trouwens heel stuk als je de beelden van gisteren ziet. Welke beelden? Waar? Dat vlog. Heb je iets raars gedaan? Je hebt weer in het spiegel bezig. Nee. Trouwens, ik heb gisteren dus een nieuwe deo uitgeprobeerd voor jullie, die van Terme. Maar ik vind die dus echt helemaal niet goed. Odoro X is tot nu toe echt de beste. Geen grap, jongens. Wat goed dat je zo eerlijk bent. Ja, toch? Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik helemaal niet goed. Dat vind ik mooi dat je dat zegt. Als het niet goed is, is het gewoon niet goed. Ja, ik vind het ook echt niet goed. Hij deed zijn werk gewoon niet. Ja, en ik vind het toch niet zo lekker ruiken achteraf. Ja. Dus ja. Eerlijke review. You go, girl. Mirjamma. Yes. Yeah. Zo, ik heb Nessie hem afgezet. En ik kan nu weer naar huis. Maar ik bedacht me dat ik nog iets had liggen in mijn tas. En dat is deze Starbucks kaart. Zoals jullie weten ga ik er heel vaak naartoe. En ze hebben dus een stempelkaart. En gisteren was die helemaal vol. Dus ik kan vandaag gewoon lekker een gratis Starbucks koffie krijgen. En daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik ga gewoon nu bij de Starbucks stoppen. Ik ben nu bij de Starbucks. En dan krijg ik gewoon een gratis drankje. Echt, dit maakt mijn dag gewoon helemaal compleet. Ik ben echt nu al happy. Bestel, je krijgt een gratis tall. Dat is volgens mij de grootste van allemaal. Dus ja, dat maakt me echt happy. Dat ga ik nu doen. Als je deze vol hebt, ben je wel inmiddels 45 euro kwijt. Maar goed. Gratis is gratis. Zo, ik heb een drankje gehaald bij de Starbucks. En een tall is trouwens de kleinste formaat. Maar maakt niet uit. Is perfect voor mij. Oké, guys. Ik heb echt spijt van die koffie. Die heeft mijn darmen echt helemaal opgefokt. Ik heb hier even gemberthee. Ik ben lekker een eitje aan het bakken. Een groenteomeletje met kip. Zo, eitjes klaar. Alweer een tijdje thuis. We hebben even boodschappen gedaan. En ik ben eigenlijk nu bezig met inpakken. Anders heb ik daar helemaal geen tijd meer voor. Maar ik ga even een gezichtsmasker op doen. Oh, het is zo lekker cool. Yes. Die blauw moet je dan eraf halen. Ik ga het gewoon zo even laten inwerken. En ondertussen ga ik mijn koffie verder inpakken. Het was echt een goed idee. Zo, ik ben me inmiddels een beetje aan het klaarmaken. Ik heb lekker mijn koffie ingepakt. En ik heb hele middag lopen editen. Het is inmiddels 5:30. En ik ben het echt een beetje zat. Ik moet nog maar 3 vlogs. Dat scheelt. Dat betekent dat ik best wel echt hard heb doorgewerkt. Ik ga me nu klaarmaken. Vraag me niet voor wat. Maar we moeten dus de katten nog naar Honey wegbrengen. En ik hoop dat we daarna even nog snel ergens een drankje of zo gaan doen samen. Want daar ben ik wel echt aan toe. Echt, de laatste ben ik echt zo makkelijk met mijn make-up. Het is altijd wel een beetje hetzelfde of zo bij mij. Ik vind alleen dit effect echt zo lelijk. Ik heb natuurlijk highlighter op gedaan. En dan doe ik het ook zo boven mijn lippen, de highlighter. Ik weet niet of je het dan zo ziet, maar dan zie je echt zo'n lijntje. Dan denk ik alsof ik een snor heb, maar dat is de highlighter. Maar als je dan de lipstift ook doet daarna, dan is het hartstikke mooi. Maar zo is het echt alsof je snor hebt. Ik ben ook echt even in de woonkamer gaan opmaken. Want in de badkamer is het echt niet te doen qua hitte. Het is vandaag 30 graden. En ik heb er helemaal niks van gemerkt, want ik ben de hele dag binnen. Dan moet ik dus nog zoveel moeten doen. Maar dat maakt niet uit, want we gaan toch richting Frankrijk. Dan kan ik daar wel lekker lopen zonnen en zo. Voor nu gewoon even alles afronden hier. Ik doe even op mijn lippen vandaag. Ik ga jullie even mijn lipcombo laten zien. Ik doe vandaag iets van MAC op, maar de naam is verdwenen.
Strip Down. Kan het kloppen? Strip Down van MAC. Dat is echt mijn favoriete kleur. Maar ik kan dus de naam al niet zo goed meer lezen. Maar deze is echt heel mooi. Het is een heel mooie bruine nude, zeg maar. De lipline is van MAC nog steeds heel erg goed hoor. Ik ben de laatste tijd alleen iets meer van de creamy lipliners. Ik kreeg dus laatst weer een vraag onder mijn vlog of ik mijn lippen weer heb gedaan. Absoluut niet. Ik heb er echt zo lang niet aan gezeten. En ik zou ze ook nooit meer vergroten. Dat is gewoon niet meer iets wat ik heel erg mooi vind. En als liquid lipstick gebruik ik eigenlijk heel vaak nu deze. Dat is de Orphelia van Kat Von D. En die heb ik een jaartje terug of twee, ik weet niet meer. Toen ik in Spanje had ik deze gekocht bij Sephora. En daar ben ik heel erg tevreden over. En dit is dan het eindresultaat. Ik vind het echt een heel mooie lipcombinatie. Ik weet niet waarom, maar ik ben echt de laatste tijd echt van de heel simpele make-up. Dit is voor mij echt heel simpel, want vroeger liep ik er echt als Dracula bij. Ik deed gewoon heel veel op. Heel lange nepwimpers. En heel af en toe voor face-ups vind ik het nog wel leuk. Maar voor nu vind ik dit gewoon echt het mooist. Ik wil nog even zo'n gezichtsspray opdoen van Mario Badescu. Dat is deze. Die is alweer bijna open, omdat ik hem zo vaak gebruik. Ik heb even een bodysuit aangedaan van de Zara. Die is echt heel erg mooi. Ik ben er echt fan van. Ze hebben ze ook in allerlei kleuren. Ik heb er ook eentje in het blauw. En die vind ik ook echt zo mooi. Maar ik heb een paar pakketjes binnen. Ik had laatst nog een paar dingen besteld. En ik hoopte al dat het voor de vakantie binnen zou komen. Maar ik heb dus nieuwe oorbellen besteld. Dus zoals jullie weten heb ik nu de grote ronde oorbellen. Heb ik nog een paar besteld. Ook gold-plated. Zodat ik er niet zo sterk op ga reageren. Maar dan een slag of twee kleiner. Namelijk deze. Ik vind het toch heel mooi. Die anderen waren best wel groot. En dan heb je meteen een heel andere look. En dat vind ik soms wel mooi. Maar soms wil ik ook gewoon een slag kleiner. Deze echt heel mooi. Dit is echt perfect voor het dagelijks gebruik. Kijken. Ja. Ja, ik vind het echt leuk. Dan heb ik nog... bij een soort van Hunke Muller in Spanje is het eigenlijk. En die heet Oysho. En hier haal ik eigenlijk altijd mijn daily BH's. Normaal gesproken hou ik er niet van om mijn lingerie te delen in video's en vlogs en zo. Maar dat zijn echt van die simpele daily BH's en ook nog lekker goedkoop. Dus ik dacht, ik laat het jullie even zien. Misschien hebben jullie daar ook wel wat aan. Echt, sinds ik dit merk heb ontdekt in Spanje draag ik gewoon niks anders meer als het gaat om dagelijkse BH's. Want dit zijn echt... heel fijne BH's en hartstikke betaalbaar. Dus ik heb er heel veel besteld. Tenminste, ik heb een paar besteld tijdens de sale. En volgens mij, als je nu dit kijkt, is de sale nog steeds geldig. Maar ik heb als eerst, zoals altijd, een zwarte BH. En deze is van Katoen. Vind ik heel erg fijn. En je hebt eronder, ik weet niet of je het goed kan zien op het scherm. Daar heb je zo'n mooie... detail. Een nude BH, ook altijd nodig. Het is eigenlijk hetzelfde, maar dan in nude. Dan hebben we deze nog in het wit, een iets ander model. Hier heb je namelijk twee van die lijntjes in plaats van zo'n eentje. Maar ja, wit heb ik natuurlijk ook gewoon altijd nodig. Dus heb ik even voor deze gekozen. BH ook in het nude. En dit ziet eruit als vulling, maar er zit geen vulling in. Dus dat wil ik ook even uitproberen. Als het goed is, is deze ook seamless. Volgens mij heb ik hem daarom gehaald. Normaal gesproken haal ik nooit dit soort BH's. Maar goed, ik ben er heel erg happy mee. Want ik heb ze gescoord tijdens de sale. En ik had echt zwaar, zwaar, zwaar weer een nieuw BH's nodig. Ik ben even naar beneden gelopen. Nessim komt er zo aan. Wij gaan even ergens een hapje doen. En een drankje. Zoals ik had gehoopt. Hij had eigenlijk een andere planning. Maar hij heeft het toch afgezet. Anders konden we er even niet uit. Kijk hem dan met zijn auto. Mooi hoor. Mooi hoor. Zo is een hoge auto. Jeetje. Kunnen we wel open doen? Ik weet niet hoe het werkt. Zo, dat is een hoge auto. Nou jongens, ik zit in de auto met Nassima. Ja. Wat een fijne auto joh. Dat is niet normaal hè. Oh mijn god, dat is echt een fijne auto. Jeetje. Met deze gaan we dat wel krijgen, hè? Ja, dat is wel echt goals hoor.
Eerlijk, we zitten hij morgen, is het echt lekker. Guys, deze auto is echt zo abnormaal. Wow, abnormaal. Hey, zon. Ja. Wow, heftig. Ik doe mijn bril op, jongens. Deze auto is echt zo chill. Niet normaal. Ik ben zo blij dat we met deze auto dus naar Frankrijk gaan. Echt. Anders dan Polen, hè? Andere level. Maar besef, ik zei tegen Nesbeek, vanaf Nederland naar België sowieso zou rijden. Ja, dat lijkt me. Nee, ik ga wel rijden. Wat zit je nou zo stom te doen? Ja, oké. Als je zelfs vanaf tankstation. Ja, omdat je nou een jeep hebt, mag ik niet meer rijden. Dat gaat hem niet worden. We zijn nu bij Alfano's en ik ga fasolie eten. Beetje power, hè, zodat ik morgen kan rijden in een jeep. Het is traditie geworden. Geen theetje meer, maar een hele tekel. Hier, kijk, ze klinken voor jou, lief van mij, hè? Ja, bedankt, hè. Nou, jongens, onze bestelling. En dit is fasolie. En lekker verse brood. Lekker. Dankjewel. Jongens, 2 uur later. Alles ingepakt en klaargezet voor de katten. Die zitten hier achter. Genoeg plek in deze auto, gelukkig. Normaal gesproken heel krap. En we gaan nu even richting Hon om even de kat te brengen. En dan gaan we naar huis. Ik ben echt zo moe. Dit was echt een lange dag. Ik moet nog 2 vlogs editen nu nog. Heb ik dus best wel goed gedaan. En daarna kan ik gewoon rustig gaan slapen. Het is best wel aan de late kant. Maar ik denk dat ik vandaag even een koffertje achterop ga douwen. En gewoon ga knallen. Welkom in my car. Wij hebben net onze lieve katjes weggebracht bij hun. Echt wel. Ik ga ze echt missen, mijn lieve katjes. Zo gek, dat zeg maar Dinar. Mm-hmm. Ze is gewoon best wel normaal. Ja, ze is heel sociaal. Je kan haar knuffelen, ze loopt rond, ze rent en zo. Maar ja. Lira is gelijk bandig of zo. Ja, het boeit haar niet. Dinar is echt gewoon sociaal. Dus ik heb even dit voor mezelf gehaald. Een spruitje, soms vind ik het echt zo lekker, hè, spruit. No sugar, bitch. Ik denk eigenlijk dat ik ook gelijk deze vlog van vandaag af ga sluiten. Want over een paar uurtjes vertrekken wij naar Frankrijk. Dus dan moet ik het even afronden allemaal. En dan moet ik het ook al geëdit hebben. Dus ik zie jullie bij de volgende vlog. Doei!